Welkom bij dit BurgersO College, de presentaties voor mensen die willen weten hoe het vork echt in de steel zit in de biologie. En vandaag uh, mag ik u meenemen naar een beetje een best wel theoretisch ingewikkeld thema, namelijk biodiversiteit en wat de dierentuinen daaraan doen en kunnen doen om te dit te bevorderen en te behouden. Mijn naam is Constance Mager, ik ben in BurgersO de manager conservatie, onderzoek en educatie en dus lid van het biologenteam. Um, ik heb een beetje verstand van alle dieren en planten in de dierentuin, en dat is ook belangrijk als je over biodiversiteit praat. Het gaat immers om, uh, nou ja, de aarde en de levensvormen in het geheel. En we horen de laatste tijd heel veel over biodiversiteit, en vooral eigenlijk in de context van: het gaat niet zo goed met de natuur. Om niet maar te zeggen: het gaat paar slecht met de natuur. Er zijn bosbranden, er zijn overstromingen, uh, er vindt van alles plaats: aan een milieuverontreiniging, een overbevissing en natuurlijk de klimaatverandering. Dus het is een en al crisis op aarde. Maar is dat dan wel zo? En wat voor crisis, in welke crisis zijn we dan beland als, als mens of als aardbol? Um, heel vaak wordt er gesproken over de klimaatcrisis. Dus de verandering van het klimaat op aarde. En niet voor niets is er Greta Thunberg, die daar een zeer veel stem aan geeft, een grote aanhang heeft, ook uh, vorig jaar uh, gekozen tot uh, Person of the Year van het Times Magazine. Uh, een hele bijzondere prestatie van zo'n jonge vrouw, die uh, zich toch heel goed uh, weet te laten horen. Dus de klimaatcrisis, daar uh, wordt heel veel over gesproken, die is veel in het nieuws. Maar er zijn meer crises in Nederland die met de natuur te maken hebben. Los maar even van crises die niks met de natuur te maken hebben, zoals het tekort aan woningen. Of die misschien wat minder direct tenminste met natuur te maken hebben. Maar denk maar aan uh, problemen met uh, stikstof, de stikstofcrisis, waar uh, de landbouw natuurlijk een, een deel aan uh, bijdraagt. En wat weer consequenties op politiek niveau gaat hebben. Uh, waar dan weer niet iedereen mee uh, eens is, uiteraard. Is dat een nieuwe crisis? Is dat iets wat al lang uh, bestaat? De PFAS-problematiek, uh, bijvoorbeeld, dan verontreiniging. Um, of valt het eigenlijk best wel mee en weet de natuur zichzelf te redden? Moeten we echt heel scherp ingrijpen? Waar staan we voor? Wat is nou eigenlijk dat speerpunt waar we echt iets aan moeten doen als soort- en natuurbeschermers? Daar wil ik het vandaag even over hebben, en ik begrijp dat dat misschien niet het meest opbeurende verhaal is, maar ik probeer juist ook hier en daar wat lichtpuntjes te vinden, geslaagde initiatieven te presenteren en ook duidelijk te maken uh, wat wij mensen uh, kunnen doen, moeten doen, denk ik, en waarom. Er staan ook best wel filosofische vragen bij. Nou, eigenlijk is er één overkoepelende crisis, die met heel veel andere te maken heeft, dat is de biodiversiteits- de biodiversiteit op aarde slinkt, en we zien erachter op de presentatie dat steeds meer soorten um, gemonitord worden, gecheckt worden van hoe staan ze eigenlijk voor, hoe zijn de ontwikkelingen in de populatie en we komen er steeds meer achter dat uh, toch best wat soorten met uitsterven bedreigd zijn en populaties slinken. Dus uh, in blauw in de grafiek zie je nog het totale aantal soorten dat beoordeeld is. Dus steeds meer wetenschappers gaan daar gecoördineerd aan het werk om daadwerkelijk een assessment te maken. Hoe soorten, planten en dieren ervoor staan. En uh, nou ja, er zijn dus al rond 100.000 uh, soorten um, beoordeeld. Maar weet ook dat we ergens tussen 5 en 30 miljoen soorten op aarde hebben. Dus de biologen hebben nog de komende jaren heel veel werk. En zeker die wat minder bekende groepen, de kleine dieren, de microwezens, de insecten, de inzelletje en vooral ook nog de schimmels, nou, Dat wordt nog een flinke kluif om daar ook maar een idee te krijgen hoe het daarvoor staat. Terwijl juist ook schimmels een enorm belangrijke rol spelen bij dat stabiel houden en overeind houden van hele ecosystemen. Dus eigenlijk beginnen we nog maar net te begrijpen hoe uh, ecosystemen in elkaar zitten en wat eventueel problematische punten kunnen zijn. En dan zie je in de rode lijn van uh, hoeveel soorten van deze die beoordeeld zijn bedreigd zijn. Nou, je kunt het ook positief bekijken en zeggen, de meerderheid is op dit moment niet met uitsterven bedreigd, maar dat percentage dat wel uh, in de gevarenzone zit, paart toch ook wel zorgen. Nou, er komen altijd zeer alarmerende rapporten uit, boekwerken na boekwerken. Um, biodiversity for food and agriculture, the state of the world. Ja, en dat zegt het eigenlijk uh, vaak al, een beetje van... Um, het gaat hier ook om food and agriculture. Dus we kijken toch heel vaak met de bril van de mens op, van wat is de staat van de planeet, van, van, van de natuur om ons heen. Wat betekent dat voor ons mensen? Op de ene kant heel logisch, maar op de andere kant wel heel erg dus mensgericht en mensgecentreerd. Als we het over biodiversiteit hebben, denken heel veel mensen aan soorten, uh, aan natuur, maar de soortenkennis kennis en dat begrip wat dit eigenlijk is en wat het betekent, dat slinkt op dit moment ook heel sterk. Misschien nog sneller dan dat de soorten verdwijnen, smelt dat, uh, de kennis van wat soorten eigenlijk zijn... En hoe de systematiek een beetje in elkaar zit. En wat een dier of een plant voor het ecosysteem betekent. bij de gemiddelde mens, bij, in de maatschappij. En uh, als u denkt: van nou, 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 loop maar niet zo hard van stapel. Zo erg is het toch niet? Uh, een voorbeeld uit de Krant vandaag. Uh, uit de Volkskrant. Uh, gaat over een groot artikel. in achtergrond nog wel. Dus een uitgediept uh, artikel. En dan staat er. Als gevolg van de klimaatverandering trekken voorheen exotische vissoorten naar de Noordzee. Neem de inktvis. Nederlandse vissers voeren al en sepia aan. En, en zelfs octopus wordt aan land gebracht. De inktvis is een Nederlands streekproduct geworden. Op zich een heel interessant verhaal over uh, de verandering van samenstelling uh, van soorten. ...mogelijk veroorzaakt door klimaatverandering. En nu komt de grote maar. Uh, exotische vissoorten en inktvis gaan dus totaal niet samen. Want de inktvis en de peilingtvissen en de sepia's en de octopussen zijn uiteraard geen vissen. Um, dus het is een flinke fout eigenlijk, omdat ze op de menukaart vaak uh, bij alle zeedieren bij elkaar staan... Heet het nog niet dat het een vis is... Niet alles wat in een boom zit is een apimers. En als ik hier een hele stamboom bijpak van uh, de dieren op aarde, dan zien we hier helemaal aan de rechterkant bij de korda-dieren, de gewervelde dieren, horen natuurlijk alle vissen. En hoe ver de inktvis eigenlijk van verwijderd is, namelijk ongeveer bijna zo ver als je op de hele stamboom kunt gaan. Die is namelijk een weekdier. Um, dus zonder dit basale begrip van waar hebben we er eigenlijk over, een consensus over... Uh, om welke soorten gaat het, wordt het dan moeilijk discussiëren hier en daar. En dan hebben we nog zo concrete dingen als een octopus of een sepia. <tiek> en dan is natuurlijk dat hele verhaal biodiversiteit nog veel, veel ingewikkelder en abstracter. Dus wat is biodiversiteit eigenlijk? Nou, als we het woord ontleden hebben, bios, het leven, en diversiteit, de verscheidenheid. De meeste mensen denken dan aan dieren. En uh, als we dus hier een enquête ook houden, de dierentuin, waar denkt u aan? Bij dat begrip biodiversiteit, dan komt er vaak veel dieren. En het gaat dus niet alleen maar om veel dieren, want een kudde koeien, dat zijn wel veel dieren, maar dat is niet per se een zeer biodiverse uh, samenstelling, dat is gewoon één soort vele individuen. Um, en het is natuurlijk ook, ook niet alleen maar dieren, en alleen helemaal niet zo'n samenstelling als hier, op dit plaatje waar we veel uh, warmbloedige dieren hebben, uh, zo ongeveer bijna, en trouwens ook nog best wat huisdierrassen, zoals de Dalmatia of de Pony hieronder, bijgemengd hebben. Dat is ook een product van fokkerij en uh, kweeksuccessen van mensen, en wat minder echt een uh, natuurlijke soort. Dat is een ras, maar geen soort. <coughs> um, veel mensen denken bij biodiversiteit ook aan natuur in het algeheel. Ik heb een natuurbeleving. Dus dit uh, hier, dat plaatje met die wandelaars, met de hond. Dit is, uh, mensen voelen zich fijn in de natuur. Uh, natuur is belangrijk voor het mentale en uh, fysieke welzijn van de mens. Mooi en aardig, als ik dit biologisch bekijk, is dat qua biodiversiteit niet een heel bijzonder rijk landschap. Het is een sterk agrarisch landschap, waar de natuurlijke biodiversiteit waarschijnlijk eer daar aan de lage kant zal zijn. Voor een bioloog is biodiversiteit dus gedefinieerd als de verscheidenheid van het leven op aarde. En nu wordt het ingewikkeld, maar ook zo leuk, op het niveau van genen, soorten en ecosystemen. Het gaat dus om de soorten aan zich als basiseenheid en de variatie, de verscheidenheid. Binnen een soort en op hoger niveau rondomheen. Nou, laten we dat even in een plaatje duidelijk maken. We hebben hier een neushoorntje. Nou, dat is een soort. En de neushoorn zal nog uh, vaker terugkomen in mijn verhaal vandaag. Een breedlupneushoorn, hartstikke goed. Een mooie wilde diersoort. Het gaat om de genen die daarin zitten... Want als ik één neus heb, dan heb ik niet zoveel. Dan heb ik nul genetische variatie. Genenpoel van niks, precies één individu. Nou, velen die vaker naar dierentuin gaan of ook met huisdieren te maken hebben, die weten dat bij een heel kleine genenpoel snel inteelt op de loer ligt. En die kan, maar hoeft niet, gezondheidsgevolgen hebben of voor een verslechterd immuunsysteem zorgen of gewoon van mindere aanpassingswaarden. Dus het gaat ook hoeveel verscheidenheid zit in meerdere neushoorns uh, binnen een populatie of binnen de gehele soort. En dan hebben we dus nog die, uh, dat ecosysteem daaromheen. Dus hoe rijk, hoeveel verscheidenheid kent dat ecosysteem? Ik ga alle elementen daarvan nog een klein beetje uitdiepen en duidelijk maken. En ik begin met de. Uh, genetische variatie. De genetische variatie binnen één soort... dat is feitelijk een natuurlijk gegeven... waar we mensen in principe niet heel veel aan rommelen. Je hebt voor meest uiteenlopende dieren-plantensoorten op aarde... en sommige soorten zijn van nature genetisch diverser... en andere wat minder. Doordat wij nu op dit moment leefgebieden sterk beïnvloeden... kan het zijn dat we de genenpool... In een bepaalde uh, richting mee veranderen en bewegen. Een recent voorbeeld uit de media is het verhaal dat er nu steeds meer olifanten in Zuidelijk Afrika, in bepaalde gebieden, uh, geen slachtanden meer hebben. Dat is eigenlijk niet omdat ze zichzelf aanpassen op dit moment, maar een bepaald aantal olifanten, een bepaald percentage, wordt gewoon geboren zonder slachtanden. Vroeger, toen de jachtdruk niet aanwezig was door de mens, hadden deze olifanten van nature een wat lagere succeskans op aarde, want ze kregen minder jongen, die vrouwtjes zonder slachtanden konden niet de bast van de bomen schillen, konden minder makkelijk naar water graven, konden misschien ook wat minder vechten, dat geldt zeker voor mannetjes eventueel. Um, dus die hadden wat minder succeskans en daardoor bleef dat percentage, dat telkens weer die kleine mutatie kreeg om zonder slachtanden geboren te worden, stabiel en laag. Als je echt de, altijd de olifanten met mooie slachtanden eruit schiet en afschiet, dan krijg je natuurlijk automatisch dat feitelijk nu de olifanten zonder slachtanden een hoger voortplantingssucces hebben. En die geven die aanleg weer door naar de volgende generatie. Dus feitelijk betekent de genetische variatie binnen een soort dat je meer mogelijkheden hebt om met veranderende omstandigheden om te gaan. Uh, sommige dieren kunnen puur toevallig beter tegen parasieten. Anderen tegen bepaalde ziektes. Anderen tegen voedseltekorten. Anderen tegen misschien bepaalde gifstoffen in planten die ze eten. Um, sommige zien er misschien voor een olifantenmannetje wat aantrekkelijker uit. Zonder dat wij als mensen dat per se doorhebben. Of ruiken lekkerder en daardoor aantrekkelijker. Dus de verschillende populaties. Dit is van de Tavo, die is wat rooier. Maar dat komt puur omdat ze de aarde die rode over zich heen gooien. Maar je hoeft van buiten dus geen verschil te zien. En toch kan binnen een hele belangrijke uh, diversiteit, een genetische diversiteit in de genenpool zijn, binnen een populatie en tussen populaties. Dat is dus voor ons alleen maar mogelijk om daarachter te komen met uitgebreide genetische analyses. En dat is in het ook nog een wetenschap die een enorme vlucht genomen heeft de afgelopen paar decennia, maar stiekem nog steeds best in de kinderschoenen staat. Dus we weten lang nog niet van alle dierpopulaties. Wat een enorme cluster dat zijn, hoe de genetische verscheidenheid eruit ziet en of die groot is en of die klein is. We weten bij sommige soorten dat die klein is en ook dat is een heel natuurlijk fenomeen. Bijvoorbeeld bij de cheetah. De cheetah is al ergens rond de laatste ijstijd door een zogenoemde genetische bottleneck gegaan. Daar waren nog maar extreem weinig dieren over. Nu was dat toevallig een diersoort die. Ja, niet echt uh, slecht tegen inteelt kon, of die dieren die minder positieve uh, chromosomen hadden, ziektes met zich meedroegen, die ergens verstopt in de chromosomen waren, uh, recessief. En die door inteelt naar voren kwamen, die individuen zijn uitgestorven, die hebben het niet gered. Um, en die dieren die deze negatieve, uh, meeliftende genen hadden, niet hadden, die he, hebben dus overleefd. En daardoor konden van heel weinig exemplaren het weer uitwaren naar toch een aantal duizenden uh, in cheetahs die vandaag nog in de savanne leven. Dat betekent ook dat cheetahs heel erg, als het ware, nauwe familie van elkaar zijn genetisch beschouwd. Dus dat is weinig variatie in de genenpool. En dat heeft weerom tot gevolg dat als er nu iets verandert, als er een nieuwe ziekte opkomt, dan kan de cheetah mazzel hebben en niemand in de uh, populatie is er heel gevoelig voor... Of juist bijna allemaal. Omdat er gewoon heel weinig variatie in zit. En eigenlijk bijna alle cheetahs ongeveer hetzelfde zijn van binnen genetisch gezien. Om het maar zo simpel te zeggen. Dus sommige soorten hebben veel genetische variatie. Sommige hebben weinig. En uh, dat zijn dus wel allemaal binnen één soort. Dieren die met elkaar kunnen voortplanten en gewoon tot één soort behoren. Dat soortbegrip aan zich is ook nog een heel lastige. En dat wil ik met dit plaatje laten zien. Je hebt ook nog... Iets wat we ring species noemen, een kringsoort. Wat is nou een kringsoort? Dat zijn vaak, uh, vaak maar niet altijd, soorten met een vrij groot verspreidingsgebied. En tussen de gebieden, langzaamaan verandert uh, de genetica van de soort. En soms ook dat uiterlijk. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Dus een uh, bepaalde diersoort kan in West-Europa. Net een beetje anders uitzien dan in Midden-Europa, in Oost-Europa tot in Siberië. En zeker bij vogels hebben we natuurlijk het geval dat ze vaak best wel mobiel zijn. Um, en dan is het nog helemaal niet zo makkelijk te zeggen: oké, okay, uh, wie is er nu eigenlijk een soort, wie is niet één soort. Die overgangen zijn best geleidelijk, het is niet zwart naar wit of uh, uh, rood naar, uh, naar geen vlek op het voorhoofd, het gaat allemaal heel langzaam. En de populaties die aan de randjes elkaar tegenkomen, die kunnen wel degelijk met elkaar jongen krijgen. Dus dat is niet verschillende soorten die elkaar niet herkennen, of die genetisch zo anders zijn dat ze geen jongen met elkaar kunnen krijgen, wat dus een van de soortdefinities is. Maar juist aan het einde, die twee uitersten, in dit geval tussen rood en paars, die kunnen niet meer kruisen. Dus die twee, stapsgewijs, de overgang zo groot geworden, dat verschil zo groot geworden, dat ze niet meer kunnen kruisen. Je zou dus kunnen zeggen: rood en paars zijn twee verschillende soorten. Die kunnen geen vruchtbare jongen meer met elkaar voortbrengen. Maar rood en donker-oranje, oranje en licht-oranje, en paars naar donkerblauw, en donkerblauw naar middenblauw, zijn allemaal wel dezelfde soort. Dus je ziet dat het soortbegrip is natuurlijk ook echt iets wat wij mensen bedacht hebben. Om het makkelijk dat dierenrijk en plantenrijk te kunnen categoriseren en in te delen. Maar dat is ook niet iets wat van één dag op de andere ontstaan is. Die soorten ontstaan in een zeer, zeer langzaam proces in de evolutie. En van de hele film-evolutie kunnen we gewoon op de snijtafel één, twee plaatjes zien. En met fossiele vonden en dergelijke kunnen we soms nog een glimp pakken uit het verleden. Maar dat is echt werkelijk een. En milliseconden uit een film van drie uur. Dus we weten gewoon heel veel niet en proberen nu gewoon soortencategorieën te maken. Laten we soorten dus vooral als een soort hulpmiddel zien, om het dierenrijk in te delen en te begrijpen. Maar zeker op kleiner niveau, op uh, populatie, ondersoort en soortniveau, is dat soms helemaal niet zo eenduidig en zo gemakkelijk. Een mooi voorbeeld zijn deze salamanders ook, rechts beneden. Um, ik heb het even opgeschreven hoe ze heet, en ik moet even spieken. Het zijn de Ensantina salamanders uit Californië. Die, dus rondom een vrij klein leefgebied, uh, maar waar het midden een barrière is, waar ze niet makkelijk overheen kunnen. Um, ja, omheen hebben we allemaal kleine populaties die van elkaar gescheiden zijn. Maar met de buren kun je altijd wel hybridiseren. En toch qua uiterlijk heel verschillend. Genetisch juist wel. Tenminste zo erg op elkaar gelijkend, dat ze met elkaar jongen voort kunnen brengen. Dus dit noemen we een uh, ringsoort. Ze dus hebben we dus allemaal, die namen die erbij staan, is het ondersoortnaam. Het is een soortnaam, die is tweedelig. En dit is de derde deelnaam die erbij staat om aan te geven dat het een ondersoort is. Bij de uh, meeuwen, de Larusmeeuwen, is het al best wat lastiger. Meeuwen zijn natuurlijk veel beweeglijker, mobieler dan salamanders. We kunnen dus grote afstanden afleggen om te vliegen, vliegend. En dan zien we hier eigenlijk circumpolaar deze meeuwen leven. En uh, dat is ook eigenlijk zo'n kringetje, precies als boven in, de, in het abstractie getoond. In dit geval hebben we zeven vormen. En hier zitten we op dat plaatje. In Noorwegen komen beide ook af en toe bij elkaar. Nummer zeven en nummer één. En dan zie je eigenlijk... Ook op met het blote oog. Wij zijn heel visueel ingestelde wezens. Dat dier ziet er toch wat anders uit. Het is toch qua bouw wat anders, qua grootte. De poten hebben een andere kleur, de mantel heeft een andere kleur. Dus dat is wel, uh, wel moeilijk. En een discussie of dat sprake kan zijn van een ringsoort of het toch verschillende soorten zijn, het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Soorten maken ze zo heel lastig. Want ik zei al, wij zijn heel erg van het kijken wat gelijk uitziet. Want je ja, wilt niet uit het wachten of iets echt een vruchtbare uh, nakomelingen voort kan brengen. Dus we kijken gewoon van wat op elkaar lijkt van binnen, uh, uh, qua anatomie en uitwendig. Dat zal wel ongeveer een soort zijn. Maar dat zegt dus niet alles. En een mooi voorbeeld zijn deze jongens hier, de nachtapen uit Zuid-Amerika. Er komen een paar apenvoorbeelden nu. Uh, nachtapen. Uh, schema- en nachtactieve uh, breedneusapensoort. En je ziet hier een jong. En eigenlijk is aan deze soort al wat decennia geleden dat concept cryptospecies, uh, uh, of cryptosoorten ontdekt. Want in dierentuinen lukt het maar heel slecht om met nachtapen te kweken. Dus je had een mannetje en een vrouwtje bij elkaar, die vonden elkaar best aardig, maar daar kwamen gewoon geen jongen uit. Nou, ik zeg al een paar decennia geleden, toen was het genetisch onderzoek nog lang niet zo vanzelfsprekend als uh, vandaag. Maar inderdaad, in toen nog vrij primitief onderzoek wees uit dat deze dieren zelfs andere chromosomenaantallen hebben. Dus niet maar verschillen in genen, maar zelfs chromosomenaantallen. Dat lukt dus echt niet om daar jongen van te krijgen. Nou, de nachtaap is opgesplitst, ik meen in een zeventaal soorten, uh, die van buiten... Nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn of helemaal niet. Kijk ook niet alle mensen zien precies hetzelfde uit en ook niet alle zeekoeien zien precies hetzelfde uit. Dus ook binnen een soort heb je variatie. Maar deze lijken juist behoorlijk veel op elkaar, maar zijn genetisch werkelijk totaal anders. En zo komt het dat er steeds nieuwe soorten ontdekt worden. Ook dat leest men best wel vaak in de media. Of ik zie je op tv van er is weer een soort ontdekt en weer een soort ontdekt. Dan denk je, jeetje, het gaat eigenlijk naar oké, okay, daar sterven soorten uit. Biodiversiteitscrisis, maar daar komt toch nog best wat bij. De clue is natuurlijk dat er helemaal niks bij komt. Of op een zeer traag tempo. Niet zo snel dat uh, iedere week wel wat wetenschappers uh, weer nieuw ontstaande soorten kunnen vinden. Maar dat we gewoon door beter begrip en betere methodes, met name in DNA-analyses... Uh, makkelijk aan de weet komen... Wat nu echt hetzelfde is en wat niet, wat voor ons gewoon van buiten hetzelfde leek, dat het helemaal niet zo hetzelfde is. Een voorbeeld om het in mooi oud te vinden, is inderdaad dat uh, toen ik nog op school zat, waren er 180 soorten primaten, dus wel de apen. En dat is een heel goed onderzochte groep natuurlijk, want dicht bij de mens en zoogdier. En inmiddels zijn we op uh, nou, meer dan 600 taxa, soorten en ondersoorten, en zeker wel 400 soorten. De wezelmaakjes bijvoorbeeld zijn daar ook zo'n leuke. Ze denkt ook wel zo'n nachtaap. Nee, hij is nachtactief, maar geen nachtaap. De wezelmaakje is een uh, uh, halfapengroep op Madagaskar, die overdag in holle bomen slapen en s'nachts naar buiten komen om uh, uh, bomenrubberplanten uh, en vruchten te eten en af en toe wat insectjes te pakken. Dat waren in 2005 nog acht soorten, en zijn er inmiddels 26. Dus dat is echt een enorme uitsplitsing van soorten. Dus we verliezen heel veel soorten. Er komt eigenlijk maar heel langzaam iets bij. Soms mag er iets bijgeteld worden omdat we meer weet krijgen van bepaalde diergroepen. Vandaar ook de enorme marge die ik aan het begin noemde: van hoeveel miljoen soorten er op aarde zijn. Dat weten we nog niet eens. Als je het verspreidingsgebied van deze wezelmakers bekijkt, op Madagaskar, dan zal je opvallen dat ze heel vaak die uh, kleurrijke vlekjes. Ja, elkaar niet aanraken omdat er rivieren tussen zitten. Nou, in dit geval, door de geografie van Madagaskar, met een bergketen in het midden, rivieren die daarvan afgaan en kleine apen die niet graag zwemmen en niet heel goed kunnen zwemmen, is dit een vrij logische uh, verspreiding op een flink groot eiland. En eigenlijk zie je ook hetzelfde voor de muismaakjes, de kleinste primaten op aarde. Um, 40, 50 gram ongeveer. Dus echt aan die maat moet je denken zonder staart. En ze eten niet voor niks muismaking. Ze hebben wel iets muizigs, alleen een wat pluizigere staart. Ook deze zijn nachtactief, houden een droogte slaap op Madagaskar. En er waren in het jaar 2000 nog twee soorten. En die ziet u hier aan de linkerkant: uh, microcebus marinus en microcebus rufus. En inmiddels zijn het er 25 soorten. En men denkt dat er nog zeker een flink handvol. Uh, bij zou komen als er meer studies gedaan zijn. Dat dier rechts beneden is trouwens in een dierentuin ontdekt. Dat is een Turin in een tropenhaal die helemaal aan Madagaskar gewijd is. Eh, genetisch onderzocht. Het waren dieren die nog uit Madagaskar kwamen van een onderzoeksproject. En de eh, biologen vielen op dat het toch net misschien, misschien wat anders zou kunnen zijn. Nou ja, goed gekeken, genetisch onderzoek, totaal wat anders en heeft een nieuwe naam gekregen. En het heet uh, nu Microcebos gutmanni. Nee, het heet niet eens uh, Microcebos turgi. We hebben natuurlijk hier in Burgersoo een plant die alleen maar vanuit hier bekend is, de Tracea bushii, op die we zeer trots zijn, maar waar eigenlijk niet bekend is wat het natuurlijke verspreidingsgebied daarvan is ergens in West-Afrika. Zelfs dus bij vogels zit het eigenlijk zo, en bij vogels is soortvorming altijd, uh, zou ik kunnen zeggen, lastiger omdat die dieren gewoon heel mobiel zijn. Dus uh, je zit niet snel in een afgesloten uh, walleitje. of ergens uh, omgeven uh, van een bos. En je komt dus niet door uh, naar de andere open plek. waar de volgende populatie zit, want je vliegt gewoon. En toch hebben we hier uh, plevieren uit China. waar 2019 vastgesteld is dat er toch echt twee verschillende soorten zijn. Werk van buiten weinig verschil, van binnen wat anders. En hier ook de soorten zijn dus ontstaan door verschillend broedgedrag. De meeste tijd van het jaar komen die beide soorten in één gebied voor. Ze hebben ook niet heel veel verschil in wat ze doen. Maar als ze broeden trekken ze naar verschillende gebieden. En daardoor krijgen dan in de loop der tijd dus wel uh, genetische drift. En kunnen soorten ontstaan. Dus soorten en binnensoorten, genetische variatie. Laten we nu even kijken naar de... Biodiversiteitswaarde van ecosystemen. Ja, hier een mooi voorbeeld. Uh, onze desert in het wild, kun je zeggen. De Sonora-desert met de mooie Saguaro-cactussen. Sommige gebieden op aarde zijn misschien prachtig om te zien. En heel interessant hoe planten en dieren zich aan de omstandigheden lokaal hebben aangepast. Maar hebben een minder grote verscheidenheid. Dus een minder grote biodiversiteit dan andere. En woestijnen en poolgebieden hebben over het algemeen een minder grote biodiversiteit. Hoe komt dat? Soms omdat een gebied relatief jong is. De Sonoran Desert is een jong gebied, bestaat feitelijk pas op die locatie een paar duizend jaar lang een woestijn. Nou ja, qua soortvorming is dat gewoon superkort, dus vandaar ook dat we ook in onze Sonora-desert best wat soorten hebben die op grotere gebieden in Zuid-Amerika of Noord-Amerika voorkomen. En ook qua gedrag aan de woestijn aangepast zijn. Denk aan de witvleugelduif, die ook in Zuid- en Midden-Amerika woont. En af en toe naar de woestijn vliegt om daar cactusvruchten te eten, of uh, zaadjes te pikken, of uh, van het nectar te drinken. Denk aan de rode links, die ook in de Sonora-Desert voorkomt, maar het verspreidingsgebied tot met Canada heeft, dus ook dat je kou best goed kan. We zien er dus minder specifieke soorten die alleen in dat gebied leven, als het gebied een nieuw ecosysteem is. Dat is logisch. We zien ook minder complexe systemen met minder biodiversiteit. Als het een gebied betreft dat voor planten vrij lastig is. En wat bedoel ik daarmee? Nou, mangroves, voor mensen heel belangrijk, voor kustgebieden heel belangrijk, maar zijn bijvoorbeeld qua plantendiversiteit vrij laag, omdat die omstandigheden voor planten zeer lastig zijn. Heel veel UV-straling. En twee keer per dag, zo je niet aan de kust staat, maar gewoon de rivier in, iedere keer met vloed een beetje zout water. En als je direct aan de kust staat, continu zout water. Planten kunnen er over het algemeen niet zo goed tegen. En slechts vrij weinig soorten kunnen uh, gebruik maken uh, van dit habitat, van deze abiotische leefomstandigheden, om daar dus dat hele ecosysteem mee uh, te beginnen. En planten beginnen nu een keer altijd, want zij zijn de primaire producenten. Dus waar ik heel weinig verschillende planten heb, zal ik ook heel weinig verschillende dieren hebben die precies van deze planten uh, kunnen eten. Nou ja, misschien uh, kent u onze mangrove hier, een, een heel mooie hal. Met onder andere de rode mangroven, Ritsophora mangle. Daar zijn dus echt weinig diersoorten die zich met name van mangroveblad voeden. Dus dat is toch weer echt uh, vaak dan qua dieren, generalisten, die ook in de mangroven komen om veilig te broeden of om daar hun prooi te zoeken. Maar het zijn weinig dieren die dan echt van zo'n specifieke, uh, vrij uh, soorten arme gebieden. Uh, qua planten uh, afhankelijk zijn. Heel anders het tropisch regenwoud, dat in vele gebieden op aarde een zeer oud systeem is, wat er dus tijd was om soorten te kunnen vormen. Plus qua uh, klimaat en gebied op aarde is dat tropisch gebied voor planten gewoon super optimaal. Je hebt altijd genoeg zonlicht, je hebt uh, veel regen, altijd genoeg water, CO2 is er zo nergens een probleem. Dus je hebt een heel groot soortenrijkdom aan planten. En dat leidt door nichevorming bijna automatisch tot een groot soortenrijkdom aan dieren. Dus daarom dat aan het land, als ecosysteem, de regenwouden het meest biodiversiteit hebben. Kijken we naar de oceanen, het leven in zee, dan moeten we eigenlijk constateren. Dat de open oceanen vrij weinig verschillende structuur bieden. En uh, over het algemeen qua soorten rijkdom. Van het oppervlak wat ze hebben, niet echt per se meevallen. Nieuwe studies wijzen uit dat je bepaalde zones hebt waar vrij weinig waterstroming is, relatief, diep, uh, relatief vlak bij het wateroppervlak, dus zeer ondiep. Waar uh, veel vislarjes bij elkaar komen. En van verschillende vissen, dus de hele jonge dieren die nog geen vis hebben, maar nog larven, daar is plankton dobberen. Dus daar hebben we nog heel, best wat aanzienlijke diversiteit. Maar de meest biodiverse gebieden in de oceaan zijn de gebieden die vlak bij de kust zijn, waar veel licht naar binnen komt. En waarom dan weer veel licht belangrijk? Nou, omdat dus de planten, en of het een fytoplankton is, of dat het symbiotische eenzellige algen zijn, die bij een schelpdieren zitten, die in koralen zitten, die hebben dat licht gewoon nodig. Dus op 200-300 meter is er gewoon veel minder leven in zee dan in de dicht bij de kust zijnde gebieden, waar vooral ook nog tropisch koraal kan groeien. Nou is een koraalpolypje een dier dat in veel gevallen in symbiose leeft met een Alge, dus met een plant. Dus een samenlevingscontract tussen dier en plant. En toch kunnen we bijna zo'n koraalkolonie zien als een oerwoudreus in het regenwoud. Het geeft gewoon ook structuur voor heel veel andere soorten... om daar te schuilen, te leven, hun jongen te krijgen hun voedsel te vinden. Dus het geeft gewoon letterlijk een 3D uh, houvast om je leven te beginnen. In zee is dus, naar nou, wat we nu weten het koraalrif, de meest biodiverse ecosysteemvorm. Tot voor kort vond men uh, de diepzee een grote natte woestijn, kun je zeggen, waar heel weinig leeft. Het is ook een gebied wat heel ver van ons mensen afstaat, en lastig te onderzoeken is. Juist de laatste paar jaar komen er nog wat meer data uit de diepzee die toch wel heel bijzondere levensvormen toont. Uh, dat kunnen van hele kleine Zwavelminnende bacteriën, tot kwallen, tot vissen zijn. Dus dat toch steeds uh, meer bekend dat het daar misschien niet zo een arme omgeving is als we eerder hebben gedacht. Toch is er nog veel onderzoek aan te verrichten en moeten we nog maar zien wat de diepzee voor onze en geheimen nog in petto heeft. In ieder geval, een soort aan zich beschermen is heel lastig. Als ik niet ook zijn leefgebied mee kan beschermen, dan krijg ik namelijk inderdaad. Wat we vroeger ook in dierentuinen een beetje zagen, een levende postzegelverzameling, als het ware. Een dier dat uit zijn natuurlijk habitat gehaald is en in een verblijf wel in leven gehouden kan worden, dat is prima. Maar als ik niet nog een omgeving heb voor dat dier, dan is het eigenlijk nog maar het halve verhaal van de biodiversiteit. Biodiversiteit gaat dus over soorten, binnen de soort om genetische verscheidenheid. En dat soortencomplex als geheel samen in een habitat, als ecosysteem. Laten we heel even kijken hoe het nou met een paar soorten ervoor staat. En ik heb hier een soort op het randje, een van de meest zeldzame soorten op aarde. Het is de Hainan gibbon. De Hainan gibbon leeft op een schiereiland in China. En naar we nu weten, en gibbons zijn niet heel lastig te tellen, uh, zijn er nu nog 22 stuks van over. Deze leven verdeeld over twee families. En dan hebben we ook nog, uh, vier vrijgezellen die op dit moment een partner zoeken. En nogal, ja, en ondervangen dat je moedeloos doet uh, laten worden, want bij 22 stuks is het ook echt lastig om nog een passende paringspartner te vinden. Dus hoe ziet het daar nou met deze soort uit? Qua soort dus een zeer, zeer laag aantal, dat kan ik wat makkelijk stellen. Genetische diversiteit, lastig te zeggen, maar bij 22 kan die eigenlijk zo niet hoog zijn. We weten dus niet hoe dramatisch dat is. Zie cheeta Sommige soorten kunnen best zonder hoger biodiversiteit. Misschien kunnen de, 200, de 22 per goede bescherming weer uitgroeien tot 200.000, 20.000, zonder nare gevolgen. Misschien ook niet, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat op het Hainan-Schiereiland. meer dan 95% van het natuurlijk leefgebied verdwenen is. Dus dan wordt het wel heel erg lastig om te denken van nou ja met goede bescherming van die soort kan die populatie weer groeien tot 2000, want die ruimte is er gewoon niet meer. Dus helaas is dat wel waarschijnlijk een soort die niet te redden valt. Ook al zijn op dit moment veel natuurbehoudsgroepen uh, met deze soort bezig. Hoe weet je nou eigenlijk of uh, een diersoort of een plantensoort bedreigd is of niet? Nou je kunt het nakijken. Op de rode lijst van IOCN. Dat is dus de lijst waar ongeveer 100.000 soorten beoordeeld zijn. De meerderheid, dus nog niet, maar de meerderheid aan bekendere soorten is wel degelijk uh, reeds uh, bekeken en beoordeeld. En hier zie je dan uh, aan de uh, rechterhand een grafiek met een paar diergroepen die, en plantengroepen ook, waar uh, gekeken is, waar ze al redelijk ver zijn met het beoordelen. Uh, hoe staat het ervoor? Nou. Wie gaat het aller, aller slechtst? De Cicadea. En als je dan denkt, cicades, cicades de insectjes. Nee, Cicadea, dat zijn de palm, uh, varenpalmen. En daar heb ik hier een plaatje bij gedaan voor wie daar nog niet zo heel veel uh, gevoel bij heeft wat een varenpalm nu eigenlijk is. Want daar is, nou ja, tot en met geel, het is dus uh, met uitsterven bedreigd. Zo'n 60% van de bestaande soorten is op dit moment met uitsterven bedreigd. Een andere soort die in de kritieke zone zit, zijn de amfibieën. Dus kikkers salamanders, uh, rond de 35% met uitsterven bedreigd. Grijs is trouwens data deficient, dus er is nog niet genoeg onderzoek naar gedaan om een oordeel te kunnen vellen. Dus ook bij de kikkers ontbreekt nog best wat. Bij de uh, varenpalmen is het niet zo'n hele soortrijke groep, daar zijn ze ongeveer klaar met het uh, beoordelen. We zien hierboven bij de haaien en roggen, Sharks, en Chimera, dus de kraakbeenvissen, waarbij ik als dierentuin hier in Burgers best veel doen aan conservatie en aan fokprogramma-coördinatie, uh, dat er nog best heel veel soorten niet beoordeeld zijn. Dus zeker ook in uh, soorten die een groot verspreidingsgebied hebben of in zeeleven of op ontoegankelijke gebieden, is het heel lastig om te weten hoe het er eigenlijk uh, voor staat. Boven. Cephalopoden inktvissen. Nou, ziet er goed uit met de inktvissen, die geen vissen zijn dus, maar heel veel soorten zijn nog niet uh, beoordeeld. Goed, en waarom gaat het dan nu eigenlijk slecht met deze dieren en planten? Nou, ik heb hier een plaatje van dieren en planten, maar daar zit voor mijn smaak nog iets te weinig uh, aan uh, plant in. Nou, dat is een hoop ellende over ons uitgestort. Verlies aan soorten en aan genetische diversiteit en aan ecosystemen wordt onder meer veroorzaakt door. Nou, dit zijn wel een beetje zo de aller, allergrootste en duidelijkste bedreigingen trouwens. En laten we eens even doornemen. Uiteraard groei van de bevolking. Um, als we terugkijken naar de laatste ijstijd, nou, dan was de populatie bijzonder klein aan mensen. We maakten echt nog niet heel veel uh, invloed er nog uit op ecosystemen. Inmiddels uh, zijn we bijna overal op aarde aan te treffen. En het is eigenlijk vrij gemakkelijk. Waar de mens komt, verandert hij de omgeving. Hij wil wonen, hij wil uh, uh, akkerland gebruiken, hij wil uh, uh, infrastructuur hebben. Hij is aanwezig, hij is ook niet uh, heel erg happy met alle soorten om zich heen. Dus uh, sommige soorten worden uitgeroeid omdat ze een overlast kunnen veroorzaken, uh, gevoelde of werkelijke overlast. Dus hoe meer mensen, hoe meer moet de natuur plaatsmaken. Dat is zeker een uh, best wel integraal algemeen uh, probleem. Nummer twee, niet duurzame jacht en extractie. Ja, wat is niet duurzame jacht en extractie? Alles wat over is, te veel. Um, te veel voor de populatie. Kijk, voor de individuele dier is het nooit leuk als het bejaagd wordt en gedood wordt, opgegeten te worden of om zijn pels te gebruiken. Maar dan, dan gaat het gaat in dit geval echt om te veel om. Uh, nog te kunnen herstellen en we kunnen voortplanten binnen de grenzen van wat genetische variëteit ook nodig is. Um, een mooi voorbeeld voor te veel uh, jacht is natuurlijk de neushoorn. Ik heb hier een mooi model van een neushoornhoorn. Um, dat dier wordt niet eens gejaagd zoals bekend om het vlees of iets dergelijks, maar gewoon puur voor zijn hoorn dat het keratine bestaat. Dus eigenlijk dat het een soort uh, haartjes die aan elkaar gegroeid zijn... Om met name in uh, Chinese medicijnen gebruikt te worden. En omdat dat ding inmiddels zoveel waard is, gewoon een statussymbool op tafel te zetten thuis. Nou, heel mooi. Daarmee kun je aangeven dat je erg veel geld hebt. En dat je dus een stroper kan betalen om een neushoornhoorn uh, uh, te verwerven. door dat neushoorn te killen. Ja. Uh, dus dit is zeker een voorbeeld van niet uh, duurzaam gebruik uh, van een populatie. We zien ook overbevissing, nou datzelfde verhaal eigenlijk, maar dan in zee. In, uh, bij overbevissing gaat het in vele gevallen toch om het gebruik van tenminste het hele dier, hoewel er ook best wat haaiensoorten zijn of rogge soorten bijvoorbeeld, waar alleen maar de vinnen of de rogge vleugels gebruikt worden, en verder dat lijf van het dier, wat bij een haai eigenlijk veel meer vlees aan zit, helemaal niet gebruikt wordt, of ook bij uh, Bodemhaaien die vrij diep leven, wordt squaleen, dus olie getapt, ook dat we van medicijnen. Dus dat is de niet duurzame jacht die wel populaties laat klessen, want dat kan problemen voor hele ecosystemen veroorzaken. Kan, maar hoeft niet, zoals ik straks ga vertellen. Nou ja, Overconsumptie en verspillingsgedrag gaat natuurlijk hand in hand daarmee. Um, dat past bijvoorbeeld heel goed ook voor de roggen en haaien. Soms worden echt maar hele kleine delen van uh, dieren of planten gebruikt. En dat is ook bijzonder zonde en uh, niet de beste manier om duurzaam ermee om te gaan. Habitatvernietiging en conversie is dus uh, wat ik al zei, mensen willen wonen, mensen willen bouwen, mensen willen infrastructuur, mensen willen akkertjes. Dat akkertje hoeft in principe nog niet het allergrootste probleem te zijn, tenzij je naar de intensieve grootschalige landbouw gaat. Maar die verarmt namelijk gewoon de soortsamenstelling behoorlijk. Die verandert dat gebied zo sterk dat soorten zich slecht kunnen aanpassen. Je krijgt daardoor ook habitatfragmentatie, dus dat er nog kleine stukjes wel redelijk intact zijn of intact zijn, maar dat, uh, dat op langere termijn niet levensvatbaar is voor dieren die door die fragmentatie niet bij elkaar kunnen komen. Nou, die soort heb je nog, dat ecosysteem in het kleine ook. Maar de biodiversiteit op genetisch vlak gaat heel waarschijnlijk zo leiden dat die soort op den duur toch in problemen komt. In sommige gebieden op aarde is het inmiddels zo ver dat door habitatfragmentatie soorten bijna als in een dierentuin behandeld moeten worden. Uh, door uh, jonge mannetjes bijvoorbeeld uit een groep te vangen en in een ander habitatfragment van hetzelfde type neer te zetten. om uh, nieuwe bloedlijnen te introduceren. Dus dan ben je echt al behoorlijk vergaand in het ingrijpen om soorten nog in stand te houden. Ik heb natuurlijk de invasieve soorten erbij gezet. Um, dat zijn soorten die in een gebied zich huisvesten waar ze eigenlijk niet van nature thuis horen. Let wel, ik heb het niet over de wolf die terugkomt. Ik heb het ook niet over de goudjakhals in Nederland die nu vanzelf komt. Maar het is geassisteerd door mensen, bewust of onbewust. Dus dieren die in het ruim water meekomen met schepen, zoals kreeften, mosselen, zoals planten die aan zaden in koffers of schoenen blijven hangen als ze op reis gaan. Zoals uh, bepaalde soorten slakken of jachtwild, dat geïntroduceerd wordt in delen van de wereld waar ze niet thuis horen, omdat ze een goed voedsel zouden kunnen zijn of een leuk voor de plezierjacht. En dat die dieren dan uh, nou ja, zich in het nieuwe gebied zo thuis voelen, dat ze een uh, heel belangrijke speler worden en daarmee weer tot last kunnen zijn voor de oorspronkelijke beplanting of de oorspronkelijke dierenwereld. Dus invasieve soorten kunnen een behoorlijk probleem vormen. Wat heb ik er nog meer bij geschreven? Bewust of onbewust ingebrachte milieugifstoffen, ja ook leuk. Um, bewust ingebracht, bijvoorbeeld natuurlijk pesticiden, insecticiden, gaat weer hand in hand vaak met landbouw. Um, die spullen, die dingen die we dan inbrengen, die maken dieren of planten dood. Dus ja, onkruidverdelgingsmiddel maakt planten dood en insecticiden maken insecten dood. Het is bijzonder lastig om uh, middelen te vinden die alleen die soorten targetten die je ook echt kwijt wilt. Dus het is natuurlijk een breder probleem. En als je mug met de date is dood wegge weggejaagd of met een verdedigingsmiddel uh, gedood, dan is dat spul natuurlijk niet meteen de wereld uit en blijft dus nog een tijd in het milieu. Hetzelfde gaat voor pesticiden, insecticiden die op akkerland liggen. Als de regen komt, wordt het uitgespoeld en gaat de riviersystemen in. Die zijn tenminste bewust ingebracht en zo vaak niet bewust dan nog dat ze een probleem voor de natuur uh, omheen uh, stellen. Maar ja, dat kwaad is al geschied. Dus uh, daar kun je. Eigenlijk maar beter aan de inputkant en de voorkant uh, maatregelen treffen. En niet achteraf zeggen van: jammer dat dat ook nog uh, weggespoeld is. Ik, dat was niet mijn bedoeling. Maar we hebben ook echt onbewust in, ingebracht de in milieugifstoffen. En dan moet je maar denken aan dat is wat wij mensen allemaal aan medicijnen slikken. Ik denk dat niemand hier uh, ontstekingsremmers slikt, omdat hij heel graag wil dat kikkers uh, onvruchtbaar worden. Maar het resultaat is wel zo. Dus best veel medicijnen bijvoorbeeld die we nemen, ook andere stoffen die in onze voeding zitten, die gaan met onze ontlasting en uh, urine het riool in en kunnen daarvoor inheemse uh, dieren behoorlijk uh, schade toebrengen. En dat weten we eigenlijk ook nog maar kort. Dat is echt iets wat um, ja, nog niet zo in ons bewustzijn zit, misschien, waar veel mensen nog helemaal geen notie van hebben. Maar ik denk dat het over een paar jaar, als er meer aan het licht komt, dat je bijna een soort milieukeurmerk van medicijnen gaat krijgen en zegt van, nou ja, van deze ontstekingsremmers die en die moet je wel of niet nemen, niet alleen maar voor jouw gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze omgeving. Uh, natuurlijk plastic dat is ook een uh, welbekend probleem. Uh, vervuiling van zoet en zoutwater door plastic en afval. Onze aardbol zit zo in elkaar dat eigenlijk al het afval naar zee gaat op een gegeven moment, wat, niet in, uh, wat als klein uh, materiaal in de grond zit, vroeg of later spoelt het uit, gaat naar beekjes, rivieren en naar zee of wordt direct in zee gedumpt, waardoor dus grote hoeveelheden plastic in zee te vinden zijn. En dan blijft nog eentje over, klimaatverandering. En klimaatverandering is best wel een, een interessante, omdat die natuurlijk wel al sinds... Uh, een aantal decennia aan de gang is en sinds dat we fossiele brandstoffen gebruiken, kun je zeggen al aanpakken anderhalve eeuw misschien, maar uh, de exacte gevolgen voor het dreigende verdwijnen van biodiversiteit op dit moment zijn vrij indirect. Kom ik nog op terug. We gaan even kijken welke soorten al dat zaakje geweest zijn de laatste decennia en uh, wat heb ik hier meegenomen bijvoorbeeld? Nou, de Socorro-duif, 1972 uitgestorven. Een soort die uh, alleen maar op een heel klein eilandje Mexico woonde. En feitelijk door invasieve uh, soorten uitgestorven is. Door het introduceren van honden, katten, ratten en geiten op het Socorro-eiland. De Aluatra-greve. De Aluatra is één meertje in Madagaskar. Weer zo'n echt een specialist die in een bepaald gebied uh, van één eiland woont. De westelijke puntlipneushoorn vind ik best een interessante. Die kwakkelde al uh, behoorlijk lang. Um, is dus in 2011 nog uh, voor uitgestorven verklaard, vrij recent. In het jaar 2000 waren nog tien over, in het jaar 2005. In 2001 waren nog vijf over. Dus in één jaar is de populatie met de helft gedaald. Maar het spannende is dat deze soort in de 18e uh, eeuw, richting de 19e eeuw, geschat. 850.000 individuen had uh, in Sub-Sahara-Afrika en met name in West-Afrika. Want de puntlipneushoorn hebben we wel in het oosten van Afrika, in het zuiden van Afrika nog, maar de westelijke puntlipneushoorn is dus uitgeroeid. En in het jaar 2000, met tien stuks over, kan dit voor dat ecosysteem waar die vroeger leefde al niet zo heel veel meer betekenis gehad hebben. Dus 850.000 westelijke puntlipneushoorns weg, bijna een miljoen. Je zou toch zeggen dat dit gevolgen heeft voor dat ecosysteem waar het woont, voor het habitat, die dieren eten tientallen kilo's per dag aan blad. Maar je ziet hier dat het niet het uitroeien en verdwijnen van elke soort per se een heel groot verschil maakt van ecosysteem. Niet alle soorten zijn zo gespecialiseerd dat hun rol niet vrij gemakkelijk door andere aanwezige soorten overgenomen kan worden. Dus blijkbaar zijn er genoeg andere hoefdieren met name in de West-Afrikaanse savannen, die ervoor zorgen dat de bosjes-savannes niet helemaal, uh, ja, helemaal tot, tot uh, verstruiken en bossen uh, opgroeien, en helemaal uh, dat grasland eigenlijk overwoekerd wordt. De Pinteneiland-Reuzenschildpad, hier zien we Lonely George, Pinta is een van de eilanden van de Galapagos-eilanden. Dus ja, op eilanden kun je soorten vrij gemakkelijk uitroeien als je ze overexploiteert. Schildpadden zijn vroeger uh, lang uh, opgegeten. Heb ik het ook al over eeuwen geleden, dus uh, lang al sterk bejaagd. De Formosa nevelpanten, weer zo'n eilandsoort. De spiksaren, ook door overexploitatie in huisdierenhandel in dit geval. En ook in Nederland, hoewel die soorten hier eigenlijk nog niet. Uh, ja, niet de meest verbeeldingsprekende, misschien ook niet de meest bekende zijn. is ook wel eentje die bekend is, maar die werd terugkomt ook door geassisteerde herintroductie. Met de soorten in Nederland valt het misschien nog een klein beetje mee, hoewel ik hier ook zo'n wat- en weidevogel meegenomen heb, een wulp. Ja, opgezet kun je hem nog zien. Het wordt steeds moeilijker om hem in het echt te zien. Dus wat- en weidevogels in Nederland hebben het lastig, met name door inderdaad de intensieve uh, akkerbouw. Met zijn snavel moesten natuurlijk naar insecten in de grond zoeken. Het is belangrijk dat uh, de condities qua wind en weer net goed zitten als die gaat broeden. Maar hij moet vooral ook voldoende voedsel vinden. Het is, uh, deze dieren hebben het niet al te gemakkelijk. Vooral gaat het echter op dit moment nog niet om soorten sterven, maar om algemene afname van dieren. En hier zie je uh, een telling van vliegende insecten dat grondt. Aantal dieren dat in die vallen gevangen wordt, extreem afneemt. Nou, de kans dat die dieren heel veel slimmer worden om niet meer de vallen te gaan, die is eigenlijk niet heel. Dus er is gewoon minder insectenbiomassa uh, in de lucht in Nederland en in West-Duitsland in dit geval. Er dus, zijn uh, 63 natuurgebieden gemeten en totale insectenmassa is erg uh, laag aan het lager worden. De insecten hebben ook weer een een basisfunctie in het ecosysteem, als voedsel bijvoorbeeld, als bestuivers bijvoorbeeld. Dus het is aan het schuiven en aan het, uh, aan het veranderen, instabiel aan het worden. Dus er sterven soorten uit. En welke van deze is door klimaatverandering uitgestorven? Geen één. Dat aparte is dat er op dit moment. Maar Eén enkele zoogdiersoort tenminste bekend is, die daadwerkelijk door de actuele klimaatcrisis is uitgestorven. En dat is dit jongetje hier, de Australische Bramble Key Mosaikstaartrat. Dat dier is in 2008 voor het laatst gezien, in 2016 dan voor uitgestorven verklaard, en woonde op een piep piep klein eilandje in de straat tussen Noord-Australië en Nieuw-Guinea. Waarom is dit door klimaatverandering uitgestorven? Nou, in een... Uh, heftige overstroming van zo'n zeer klein leefgebied op het eiland, zijn waarschijnlijk alle paar exemplaren, want de populatie was klein, die op het eiland leefden in hun ondergrondse holen, verdronken. Um, en dan houdt het ook snel op, want deze dieren kunnen dus niet hoger opzoeken als er een probleem is. Um, er kan ook niet van een ander stukje weer iets emigreren als dat water gezakt is. Op een eilandje ben je gewoon gevangen en is het klaar. Toch is dat tot nu toe dus de enige soort waar we echt... Hard kunnen maken dat die werkelijk uitgestorven is. Ja, klimaatverandering is voor veel meer soorten vaak een extra complicerende factor. Zoals dat je uh, minder makkelijk kunt uh, uh, emigreren naar betere uh, stukken. Als er nog fragmentatie bij komt en hier wordt het te warm of te droog, kunnen de dieren niet meer weg. Uh, klimaatstress kan ervoor zorgen dat voedselplanten in bepaalde tijden minder beschikbaar zijn. Dat, uh, regen- en natte seizoenen slechter voorspelbaar zijn voor dieren of minder regelmatig zijn en daardoor dat het net buiten de voortplantingsperiode valt. Dus dat is vaak een bijkomende factor bij uh, andere milieuproblemen, een leefgebiedproblemen voor een soort, die dus uh, leidt tot, uh, ja, biodiversiteitsverlies, maar echt, de klimaatverandering wordt vaak, is vaak niet echt goed. Uh, Vaste pinnen als de oorzaak. En toch krijgt de klimaatverandering de allermeeste aandacht op politiek niveau en ook in de maatschappij. Um, ik denk dat dat komt omdat we met de klimaatverandering ons heel goed kunnen voorstellen wat het nu echt voor ons betekent als het warmer wordt. Dat er minder of meer regen valt, dat er. Um, dat ijs smelt op de poolkappen en de zeespiegel gaat stijgen. Dat er nieuwe soorten komen die misschien voor ons lastig zijn omdat ze uh, muggen zijn die bepaalde ziektes kunnen overbrengen. Verzin het maar. Dat is voor ons mensen vrij tastbaar. Biodiversiteitsverliezen, wat dat betekent, kunnen we ons eigenlijk wat slechter voorstellen. En is dus nog veel abstracter dan het verhaal van de klimaatverandering. Um, en toch zijn er ook heel veel mensen die zeggen: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Is dat nou erg als er een soort uitsterft? Er zijn nog altijd al soorten uitgestorven, niet waar? Nou, dat klopt. We zijn al in de zoveelste uitstervergolf op aarde. Alleen dit is de eerste die door de mens veroorzaakt wordt door habitatvernietiging, door overexploitatie, door jacht. Uh, dus dat zijn uh, dingen die er uh, vroeger niet waren. Vroeger waren er. Uh, meestal ging het toch inderdaad om klimaatveranderingen die op de wat langere termijn tot veranderingen in de atmosfeer gezorgd hebben. Veranderingen in de conditie, samenstelling in de lucht en in het water, andere zuurtegraad. En dat dan veel uh, planten en dieren uh, uitsterven en dan ook weer ruimte maken voor andere soorten. Ja, zo zag dus de fauna miljoenen miljoenen jaren geleden uit in zee. Ja, trilobieten en ammonieten die hebben we niet meer, andere soorten zijn daarvoor in de plaats gekomen. Dat voor de plaats komen is dus ook een natuurlijk proces, maar dat heeft heel veel tijd nodig. Op dit moment leven op aarde meer soorten dan in de vroegere periodes. Dus we hebben daar nu heel veel, we zijn in een soortenrijke periode op dit moment. En ja, hoe erg is er wat minder zijn? Dat is maar de vraag, en hoe erg voor wie, voor, ieder, voor elk geval. Want nee, wij missen misschien niet elke soort op aarde, nog sterker. Op dit moment sterven er ongeveer pakweg 100 tot 150 soorten. Per dag uit. Ik denk dat er weinig mensen echt van wakker liggen. We hebben daar niet heel veel dagelijkse consequenties mee te merken. Ecosystemen vallen ook niet meteen om. We zien dat niet zo heel snel, maar we weten eigenlijk niet wat we aan het aanrichten zijn. En feit is dat we heel veel soorten waarschijnlijk kunnen missen als mens. Um, Best wat soorten kunnen verdwijnen, hun rollen kunnen overgenomen worden of een bepaalde plek in het ecosysteem kan tijdelijk ook vakant zijn. Dat is, hoeft niet per se een grote ramp te zijn, maar het soortenrijkdom wordt in ieder geval wel armer. Wat betekent het verdwijnen van soorten? En uh, vooral het verdwijnen van biodiversiteit. Nou, als we door blijven gaan met jagen en habitat uh, fragmenteren, dan krijgen we dus een kleinere genenpool van de soorten die we nog wel hebben. Dat zijn misschien nog niet zo heel veel soorten die we echt attractief en uh, interessante zoogdieren zijn. Echt recent uitgestorven, want dat zijn inmiddels best heel veel soorten waar er nog tussen 200 en 5000 van over zijn. Dat is niet zo heel veel. Dus als we daar die genetische pool steeds kleiner maken, wordt het risico steeds groter dat als er iets gebeurt aan een verandering dat dan echt de soort omzeep geholpen wordt. 200 is echt super super weinig. Um, dus genetisch diverse soorten met een grote genenpoel kunnen beter tegen een stootje. Uh, er zijn ook veel ecologen die denken dat soortenrijkere habitats, dus hab uh, habitats die biodiverser zijn, mogelijk stabieler zijn en beter tegen dat beroemde stootje kunnen. Dat noemen we resilientie. Dus hoe goed kun je wat terugveren en ben je bestand tegen veranderingen? En dan kun je je voorstellen in zo'n modelletje. Dat ecosysteem is de bal, die zit hier in een. Uh, uh, glooiende omgeving. En het is gewoon een beetje wat nodig, een stootje nodig, om dat systeem echt in een andere plek te brengen. Als ik hier een klein beetje aan deze een stootje geef, nou, dan rolt hij een klein beetje die kant op, maar dan komt hij weer terug en het bendelt wel weer en dan komt hij weer terug. Ik moet een flinke zet geven om over de drempel heen te komen om iets anders te gaan worden. Het idee is dat. ...ecosystemen met zeer weinig soorten, dus minder biodivers, vaker eigenlijk hierboven zitten. En die hoeven maar een heel klein zetje te geven om een bepaalde kant op te vallen. En je kunt vaak ook niet zo goed inschatten welke kant dat gaat zijn. Een voorbeeld van voor zo'n ecosysteem met extreem weinig soorten dat wij gemaakt hebben... ...zijn akkerbouwgebieden in veel gebieden. Denk maar aan die gigantische olijfgrades in Zuid-Spanje. Denk aan die enorme oliepijnplantages in, in uh, Zuidoost-Azië. Dat zijn gebieden die qua biodiversiteit sterk verarmd zijn. En als er wat gebeurt, dan is het waarschijnlijk zeer lastig voor het systeem om nog stabiel te blijven en niet echt uh, op grote schaal te veranderen. Dus dit is een uh, rijk systeem. En hoe die samenhangen zijn, dat weten we ook nog niet echt helemaal goed. Een voorbeeld uit het Amazone-regenwoud heb ik even meegenomen op dia en eigenlijk hier ook op tafel. Want um, ja, wat voor een dier zou nou echt belangrijk zijn in een regenwoud? Misschien die reptielen die we soms een beetje te veel jagen voor een, voor een uh, mooie huid. Of uh, kikkers, insecten, zo'n knaagdiertje. Nou, dat hangt er vanaf wat juist ja, mens daarvan wilt. Maar een heel mooi voorbeeld wat we weten hoe die samenhangen zijn, die is de brazilnat, oftewel de paranoot. Misschien eet u die graag, ik zeker. Nou ja, als je paranoten wilt hebben, dan heb je uiteraard een paranotenboom nodig. Nou, zover zo goed, ook vrij logisch. Maar een boom aan zich, die kan ik niet eten, dus die boom moet vruchten hebben. Die vruchten van een boom, er zit niet veel vruchtvlees in, eigenlijk nul. Dat zijn hele, hele harde vruchten, zoals deze... En hier zitten de zaden in. Elk zaadje heeft weer een driehoekje verpakking. En daarbinnen is dan eigenlijk die nood waar het ons om gaat als mens. Deze verpakking is keihard. Kei die nood, die zaad, dat gaat geen nieuwe boom worden als die in deze verpakking zit. Dus als de hele vrucht op de grond valt, dan heb ik deze jongen hier nodig, de agouti, een knaagdiertje, dat deze open krijgt. Het zijn de enige dieren in het regenwoud die bare open kunnen krijgen. En dat kunnen ze dankzij hun enorme mooie knaagtanden. Ik heb hier een schedel meegenomen, weliswaar van een capybara, maar het idee is datzelfde, alleen is deze mooi handig genoeg nog een, een, een slagje groter hij koudt zijn voedsel achterin zijn bek, maar vooral heeft de prachtige, altijd doorgroeiende knaagtanden helemaal vooraan. Die is zelf ook altijd mooi slijpen om scherp te blijven. En zo kan hij uh, die parenoten open krijgen. Nou, hij is eigenlijk een zaadpredator. Wat betekent, eet gewoon van de noten. Dat is zijn voedsel. Um, maar hij heeft ook een beetje eikonkarakteristieken. Hij kan ook niet de hele. Uh, vrucht in één keer op, alle zaadjes erin zitten. Dus hij eet een paar en hij verstopt een paar. En dankzij zijn slecht geheugen komen dus hier en daar die paranoten op. Paranoten kunnen eigenlijk alleen maar voortplanten als boom, als een agouti die zaden uit die harde verpakking haalt en al ingraaft op die plekken waar later de bomen opkomen. Er zijn dus wel plantages van paranoten aangelegd, maar de opkomst is uh, bijna nihil. En het is zeer, zeer lastig. Ze dus hadden de jonge bomen ergens weg en proberen dat. Maar dit eigenlijk is het een boom die niet echt commercieel te gebruiken is als het op de plantages leeft. Dus het echt extractivisme uit het regenwoud nodig als je paranoten wilt eten. Als je paranoten wilt eten, hebben we dus dit kereltje nodig. Je zou dus kunnen zeggen. Als biodiversiteitsverlies sommige soorten nekt, dit is een hele belangrijke, die moet ik uh, behouden, want die zorgt ervoor dat ik hier in Europa mijn paranoten kan eten. En die aap die boven de bomen zit, die heb ik eigenlijk niet nodig, want die, uh, die kan best wel wegvallen. Dan merken we niks van. Maar dat klopt niet, want die paranoten die hebben niet het hele jaar door. En dit diertje hier op de grond, dat moet ook nog wat anders eten dan paranoten. Hij eet dus in het seizoen dat je geen noten hebt, vooral vruchten. Maar ja, ik weet niet of het thuis te zien is hoe zijn pootjes eruit zien. Het is niet echt een klimmer. Het is geen eekhoorn, ook al vergraaft die dingen in de grond. Dus hij kan niet in de bomen klimmen om wat eten te halen. Dus hij profiteert van de apen die hele slordige eten zijn. Zo'n kapucijnaap of een doodsoftaap, die neemt wat hapjes, die laat een vrucht. Op de grond vallen, de agouti loopt erachteraan achteraan en eet wat er aan afval op de grond belandt. Dus zonder de apen kan de agouti veel moeilijker uh, dat jaar rondkomen om voldoende eten te vinden. Dus die aap is eigenlijk ook een belangrijke speler. En misschien kunnen we ook die aap weghalen en kan ook een toekan wat voedsel laten vallen, maar dat weten we niet of dat voldoende zou zijn. Het wordt nog ingewikkelder in het netwerk van afhankelijkheid van soorten, want een Zaad krijg ik alleen maar als een bloem bestoven is. Dus ik heb ook nog een bloem nodig in de paranoot, in die boom. Maar die boom die heeft bloemetjes, die moeten bestoven worden. En de bestuiving van regenwoudplanten, uh, die gaat heel vaak met dieren, omdat uh, er vaak vrij weinig wind is in de regenwouden, en ook nog veel verscheidenheid aan soorten is, dus die kans dat puur door toeval, door wind, Jouw pollen precies op de uh, stamper van ergens dezelfde soort uh, genoot verderop zou vallen, 500 meter, die is gewoon niet zo heel groot. Dat gaat natuurlijk bij grassen hier in Europa veel makkelijker, waar je veel minder soorten bij elkaar hebt staan. Dus heel vaak worden dieren ingeschakeld. En in sommige gevallen, lang niet in alle, maar in sommige gevallen, kunnen dus slechts een paar soorten dieren de bestuiving doen. En bij de paranoot is dat het geval. Uh, Euclocine bijen, in het Nederlands de tong, uh, lange tong bijen of orchidee bijen, die kunnen de bestuiving doen. En dan weer alleen de vrouwtjes, die bij deze bijen wat groter en sterker zijn, en een dekseltje in die bloem op kunnen tillen om zo dan bij de uh, nectar en het stuifmeel te komen. En soms wordt stuifmeel gegeten en deel van het stuifmeel wordt meegenomen naar de andere plant. En geheel zonder plan vindt dan de bestuiving plaats. Dus een mooie. Uh, afhankelijkheid van de bij van de bloem. Oké, okay, die bij moeten we ook bewaren, want anders krijg ik dus geen bestoven bloem, en als ik geen bestoven bloem heb, krijg ik geen noot, en als ik geen noot heb, kan die agouti ook niet de zaadjes verstoppen, en dan krijg ik geen nieuwe paranoten. Maar, we houden er nog steeds niet op, want die bij moet ik ook natuurlijk kunnen voortplanten. En deze bijen kunnen alleen maar voortplanten, als de mannetjes voor de paringsrituelen en dat uh, imponeergedrag. bepaalde geurstoffen verzamelen. die ze niet zelf aanmaken. maar die ze van orchideeën halen. Vandaar ook de naam orchidee-bijen. Dus die mannetjes, die ook wat anders uitzien. die verzamelen geurstoffen van bepaalde orchideeën. en zonder dat zien de vrouwtjes er niet zitten. en gaat de hele kringloop alsnog in elkaar storten. Vandaar dus dat sommige ecologen. Zo'n ecosysteem uh, beschrijven als een soort Tjengatorentje. je um, dus de tijd, kun je best wat bouwsteentjes eruit halen, maar op een gegeven moment heb je meer eruit gehaald dan het ene bouwsteentje en stort de hele toren in. Dat probleem is alleen, als we van de menskant kijken, tenminste dat is namelijk een probleem voor ons met name, dat wij niet precies weten welke soorten de zogenoemde sleutelsoorten, de keystone species zijn... die dat geheel overeind houden. Dat weten we nog niet en dat weten we nog niet of we dat binnenkort ooit een keer te weten zullen komen... want die verhoudingen onderling zijn dus best ingewikkeld... en niet altijd gemakkelijk voor ons, uh, voor ons te zien. Sommige keystone species je erg, uh, erg voor de hand. De regenwouden van Azië bijvoorbeeld... Uh, gaat men vanuit dat vijgensoorten, de ficusbomen, een keystone species voor het hele systeem zijn. Hoe komt dat? Vijgensoorten uh, maken vruchten aan in jager tijden dat verder bijna geen één uh, plantensoort in die Aziatische regio worden vruchten heeft. Dus voor een oetan van vogel, vruchteneters, uh, fruitbeds, dus vleerhonden... Allemaal eten ze ergens in het jaar vijgen. Wat ze verder ook nog meer aan vruchten eten. Die vijgen zijn gewoon heel erg belangrijk. Haal ik alle vijgenbomen daaruit, dan heb ik gewoon echt een groot probleem voor. en een onoverkomelijk probleem voor vruchteneters. Haal ik één van die andere fruitbomen eruit, is dat misschien een heel veel minder groot probleem. Dus de vijgen, de ficussoorten, zijn in Azië zeker een sleutelsoort. Maar heel vaak weten we dat nog niet. Leuk verhaal is ook. Ons aardvarken natuurlijk ook een belangrijke soort voor de dierentuin. Het aardvarken wordt niet heel veel gegeten door roofdieren. Het leeft solitair, mensen zien het bijna nooit. Het maakt van die holen, die zijn hartstikke onhandig voor mensen. Want daar kan, kan je paard in gaan en uh, zijn, zijn been breken en je koe kan in de problemen raken, je auto kan uh, kapot gaan. Dus aardvarkens, zijn ze echt nuttig voor het systeem? Nou ja, dat is dus nog niet de goede vraag. Voor de mens zijn ze misschien niet nuttig, maar ze zijn wel ook een belangrijke soort. In het systeem. Um, want de aardvarkenholen worden door heel veel andere dieren gebruikt. Dat zijn zowel planteneters als uh, vleeseters. Dus allerlei soorten magoesten bijvoorbeeld. Vosmagoesten vinden het heerlijk om in zo'n aardvarkenhol te gaan wonen. Luipaarden gaan daar vaak even uh, een beetje koelen zoeken als ze overdag uh, warm hebben. Uh, hyenas vind je in, in terug. Wrattenzwijnen, uh, allerlei soorten dieren vinden de. Uh, aardvarken holen leuk. Maar aardvarken kan natuurlijk alleen maar leven als het voldoende termieten heeft. En die termieten, daar moet hij wel zo'n 30.000 tot 50.000 per nacht van eten, zo'n 2 kilo. Dus hij heeft niet één termieten nodig of één termietenvolk, maar echt een heleboel om daar langs te lopen en elke nacht genoeg voedsel te vinden. Misschien kan een hyena en een rattenzwijn prima leven zonder aardvarkenhol. En dan moet het maar in de bosjes kruipen om te gaan slapen. Want aardvarken kan in ieder geval niet leven zonder termiet. En termieten zijn zo echt een enorme uh, sleutelrolsoort in uh, savannengebieden. Omdat zij uh, cellulose kunnen verwerken. Dus gras en hout, wat andere dieren veel slechter kunnen uh, verwerken. Met name dat hout. Uh, bovendien zijn die termieten holen... Ook weer aan de heuvels en de ondergrondse gangenstelselen, vooral de, de heuvels. Ook weer een geliefde structuur in het landschap. Bijna dat is dat koraal dat ik al had met het koralrif. Ik krijg weer een, een, een structuurtje, en daar gaan graag, graag dieren op die heuvel zitten, als dus uitkijken. Dat doen stokstaartjes, dat doen verschillende apensoorten. Apensoorten hebben vaak weer uh, vruchten gegeten, ze poepen de zaden uit op de termietenheuvel. Uh, en het is een prima plek om als sailing je leven te beginnen. Dus je ziet best vaak in de Afrikaanse savanne dat jonge bomen bij en op termietenheuvers groeien. Die afhankelijkheid van één bepaalde soort, zoals de uh, aardvarken van mieren en termieten. Nou, ze zijn er twee groepen, maar van in ieder geval kleine insecten. En van uh, een paranotenboom in de verspreiding van een angouti-soort. Die zie je helemaal niet zo super vaak in het dierenrijk. De meeste uh, plant-dierrelaties zijn wat breder. Dus je hebt een paar soorten die echt super gespecialiseerd zijn, maar vaak is het wat breder. zijn er vlinders, die drinken alle soorten nectar, planten, bloemen die ze tegenkomen. En er zijn vrij weinig uh, vlinderbloemen, niet bloemigen, dat is een plantengroep, maar vlinderbloemen. Of bloemen die bestoven willen worden door vlinders. Een bepaalde vlindergroep hebben, of een bepaalde vlinderfamilie... of een bepaalde vlindersoort, en het verder niet kunnen doen met iemand anders. Grappig genoeg zien we aan de voor mensen vaak wat minder leuke dieren, veel sterkere, echt afhankelijke uh, soorten van elkaar. Dat zijn dus de, de, de netwerken veel fijnmaziger en beter op elkaar afgestemd? Bijvoorbeeld vlooien. Ja, we zijn ze liever kwijt dan rijk. Maar uh, er zijn 2400 soorten vlooien op Aarde. En de meeste daarvan zijn echt op één speciale soort gericht. Dus uh, de kattenvloo kennen we natuurlijk als huisdierhouder best veel. Van die 2400, de grootste soort is deze hier. Dat is zijn Latijnse naam. En deze gaat alleen maar op dat diertje rechts. En knaagt soort uit Noord-Amerika. En het heet de stompstaart-eekhoorn. Dus dat is echt een vlooiensoort die daarop gespecialiseerd is. Dus daadwerkelijk heb je een zeer ze nauwe parasiet gastheer samenwerking bij veel dieren. En ja, als die gastheer wegvalt, kan die parasiet ook niet meer leven. Ik snap dat de meeste mensen thuis nu denken, nou ja, zonder die uh, grootste flow op aarde, die trouwens 9 mm groot wordt, die op de stomstaart-econ gaat, is mijn leven ook niet slechter. Maar het is toch eigenlijk van echte bioloog, uh, nou ja. Eigenlijk even erg, wat voor soort ook uitsterft. Of dat nou een, in onze ogen mooier is, of minder mooie, Of nuttig of minder nuttig. Het zou toch wel heel jammer zijn. We gaan even een paar heel zeldzame dieren langs. Nou, we hebben bijvoorbeeld aan, voor mensen vaak attractieve soorten. De Sumatraanse tijger, ook bij ons in de dierentuin te zien. Nog 400 van over op Sumatra. De aamoerpanther, nog maar een paar tientallen waarschijnlijk over. De vaquita, daar zijn we meer in de zoveel dieren als nog op mijn handen passen. Volgens mij zijn er 10 of 12 op dit moment uh, in de Golf van uh, Mexico. Dus uh, een soort die op het randje van uitsterven staat. En deze is ook niet in dierentuinen aanwezig, de kleinste dolfijnensoort, uh, bruinvissensoort, En die komt ook niet, want er is zo weinig van over. De adaxantilopen, daarentegen, uit uh, de droge gebieden van Afrika. Nou, er zijn er nu nog uh, tussen 30 en 90 in het wild in Niger, maar meer dan 600 in dierentuinen in Europa. En dat zijn dus ook echt de mogelijkheden voor herintroducties, voor drugsuitprogramma's. Ook voor de Sumatraanse tijger, ook voor de amoepanten, ook voor deze jonge hier, Filipijnse krokodillen, uh, waar nog circa 100 van in de natuur zijn. Ook voor de kaalkopibis geldt van dat dierentuinen echt een belangrijke rol kunnen spelen in het behouden van soorten. En hoe doen we dat dan eigenlijk? Nou, vooral door onze resources en uh, capaciteiten echt in te zetten voor soort- en natuurbehoud. Uh, onze Europese dierentuinvereniging, EASA, heeft een nieuwe leus en nieuwe missie onlangs gelanceerd. En waar staat EASA nu voor? For Progressive Zoos and Aquariums Saving Species Together With You. Dat vind ik een hele leuke, omdat ook nog opgeroepen wordt: Together With You. Dus met de mensen. Die komen met de bezoekers, we kunnen veel doen als dierentuin en we kunnen het niet helemaal alleen doen. Uh, geheel nieuw is deze visie natuurlijk niet en veel wat uh, we in Europa nemen, komt ook een beetje al in Amerika voor. Dus zij noemen Saving Animals from Extinction als hun in Amerika, uh, Association of Susan Aquarium in Amerika, hun grootste missie. En hebben dan nog leuke grafiekjes gemaakt van wat dat betekent, hoeveel geld ze in natuurbehoud stoppen, uh, uh, hoeveel programma's ze hebben van fokprogramma's, hoeveel bedreigde soorten ze in een collectie hebben en ga maar zo door. Dat laat ons toch een beetje zien dat de dierentuinen nog steeds zichzelf zien als de Ark van Noach die dus soorten in bedreigde status in, uh, in het nauw, uh, naar betere tijden onder de regenboog kunnen brengen en dan daar weer los kunnen laten. Dit werkt natuurlijk wel met terugzetprogramma's hier en daar. Is dat bij meer dan 100 diersoorten gelukt, of helemaal uitgestorven dieren terug te brengen, natuursoorten, of uh, soorten die de laatste populaties nog wel in het wild hebben, maar vrij weinig, uh, te weinig om genetische diversiteit te garanderen, dan moet je dieren uit dierentuinen erbij zetten. In een paar voorbeelden uit burgers zijn de zeearenden die we een tijd geleden teruggestuurd hebben naar Israël, de monniksgieren naar Bulgarije en naar Frankrijk, en voor de Socorro duiven uit onze desert is op dit moment een herintroductieproject in Mexico gaande, nog niet op het eiland Socorro zelf, maar wel in Mexico. Dus uh, mogelijk kunnen we in de nabije toekomst ook bijdragen met vogels. Dus terugzetprogramma's dat kan, en we kunnen dus wel een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd is ook de vraag of moeten we alles doen wat we ook kunnen? Is het nou echt zo belangrijk om elke ondersoort en soort te behouden en te bewaren, koste wat het kost? Nu vind ik ook persoonlijk dat we nou ja, best wat decennia en al anderhalf eeuwen zeker flink wat schade aan de natuur toegebracht hebben, dus we kunnen ook best wat tijd en moeite instoppen om dieren weer terug te brengen. Dat beroemde leeuwapenproject bijvoorbeeld in Brazilië kost per teruggezette leeuwaap ongeveer 100.000 euro. Dat is best veel voor zo'n aapje van 600 gram. Maar goed, we hebben ook lange tijd dat Atlantisch uh, regenwoud in, uh, in uh, Brazilië naar de knoppen geholpen, dus nu moeten we proberen de restjes te bewaren en zo goed mogelijk nog in, in staat te stellen en de biodiversiteit daar te bewaren. Maar soms moet je misschien ook maar bedenken dat het gewoon te laat is en dat iets niet meer lukt dan alternatieven zoeken. En heel realistisch beschouwd, naar nou de westelijke puntlipneushoorn, die is dus uitgestorven, daar konden we ook niks meer aan doen. Maar je hebt nog wel de andere puntlipneushoorns, die we wel heel goed kunnen proberen te beschermen en welke fokprogramma's er zijn. Dit is ook zo eentje, dat is de noordelijke witte neushoorn, dus de breedlipneushoorn. Let wel, dus de noordelijke ondersoort. Dan zijn er nog... Twee stuks van over, uh, dat zijn twee vrouwtjes, moeder en dochter. De moeder is te oud om nog ooit voort te kunnen planten, en je vraagt er af, met wie zou ze dan moeten voortplanten? Nou, dat is nog wat sperma ergens geconserveerd. Dus ja, je moet dan eigenlijk, als het natuurlijk niet meer gaat, tot uh, zwaardere maatregelen grijpen, uh, tenminste, als je nog iets zou willen doen. Dus er zijn eitjes afgenomen bij moeders en dochters. Er is sperma afgenomen van de laatste 1-2 mannetjes. En je zou dus nog kunnen denken aan zoiets als embryonentransfer. Alleen is dat nog best wel heftig. En dat is niet alleen maar heftig omdat, uh, ja, wat heb je dan eigenlijk? Qua genetische biodiversiteit hebben de eitjes van twee vrouwtjes en de sperma van één of twee mannetjes. Dus ja, je hebt dan weer de laatste vertegenwoordigers van deze ondersoort neushoorns, die um, misschien nog 30 of 40 jaar langer mee kunnen gaan, want zo oud wordt een neushoorn. Maar voor het ecosysteem betekent het ook helemaal niks als je nog twee neushoorns hebt. De, die, die rol die ze vervullen in het grotere geheel is natuurlijk totaal niet heel. Bovendien hebben we ook nog een draagmoeder nodig, want de twee nog aanwezige vrouwtjes zijn uh, reproductief niet meer in staat om een drachtigheid te voldoen. Dus je zou een andere bedreigde diersoort, een zuidelijke breedlipneushoorn, moeten inzetten als draagmoeders voor de noordelijke ondersoort. Dus dat is nog wel wat, want dat is natuurlijk wel best wel belastend voor het dier zelf. Soms is het misschien beter om een soort die dan echt. Eigenlijk al verloren is, en als je dat twee of tien hebt, ja, dan is hij eigenlijk werkelijk verloren. Te vervangen door een zeer gelijkende soort die van nature in een ander gebied voorkomt. En dat is eigenlijk al gedaan, misschien nog voordat er heel veel over nagedacht is, met de breedlipneushoorn. Want wie zo gelukkig is om een keer in Kenia of Tanzania of Oeganda op vakantie te gaan en daar breedlipneushoorns te zien. Dat zijn dus niet de laatste twee noordelijke breedlipneushoorns die vroeger in dat gebied van nature voorkwamen, maar dat zijn al decennia geleden geïmporteerde zuidelijke breedlipneushoorns. Die van nature meer in het gebied Zimbabwe, Namibia, Zuid-Afrika voorkomen. Van buiten weinig verschil te zien, genetisch heus wel een klein beetje anders, maar blijkbaar gaat het een aantal generaties uitstekend met deze dieren in het eigenlijk niet helemaal correcte, ...verspreidingsgebied, maar ze kunnen de rol dus overnemen. Het is een soort conservation replacement. Het is een plaatsvervanger voor een soort die ergens verdwenen is. En steeds meer biologen denken daarover na of dat niet eigenlijk een, een, uh, voor het ecosysteem bewaren... ...een mogelijke uitweg is als een soort verloren is of bijna verloren is... ...om dan maar alvast met een uh, bijna even goede soort door te gaan... En waarschijnlijk is qua grazen voor het openhouden van het landschap, voor het uh, omzetten tot mest en daarmee ook bemesten van de vegetatie, de Schotse hooglanden en niet zo heel slecht alternatief voor de al eeuwen geleden bijna uitgeroeide wiesend. Ja, je hebt hem nog in een paar natuurgebieden en in een Poolse uh, uh, gebied. En hier en daar een kudde van drie of vijf uh, waar, uh, voor de leuk. Maar qua ecologische rol hebben we ook echt wel wat massa nodig bij grote hoefdieren. En als het met bisons niet gaat, dan mis je met een andere soort. En zo wordt eigenlijk steeds meer gekeken: van ja, als we een soort echt niet kunnen behouden, kunnen we dan het ecosysteem misschien in zijn functies behouden. Tegelijkertijd wordt ook soms echt naar de soort gekeken. En dat is gezegd: is, ja, maar als het ecosysteem niet veilig is, dan moeten we misschien die bedreigde soort in een ander gebied loslaten. En hier twee voorbeelden van uh, een paardensoort, de Psewalski paard, van oorsprong in China en Mongolije thuis. Uh, Mongolië thuis. Er wordt al best een tijd weer geherintroduceerd, dus losgelaten in de natuur. komt ook uit dierentuinen vandaan. Alles wat vandaag aan deze dieren nog leeft, is afkomstig van een klein aantal dieren die rond uh, 100 jaar geleden in gevangenschap in, uh, naar Europa gebracht zijn, naar Duitsland met name. Dus ook deze kunnen gelukkig best goed dat je intelt zo blijkt. Um, ze worden losgelaten in de natuur, waar ze van oorsprong vandaan komen. De mensen zijn er heel trots op, en dat is prachtig om te zien. Ze zijn ook echt een soort symbooldier voor de steppen van Mongolië. Um, waar het niet dat er toch nog echt huispaarden lopen daar en dat die laatste paar bijzondere uh, paarden in Mongolië, dus, uh, die we losgelaten worden, hybridiseren met huispaarden. En dat is een hele fijne manier om je soort om zeep te helpen, want dat dier leidt daar echt niet onder. Maar qua bloedlijnen en genetica water dus dat wilde paardgenoom uh, steeds meer. Vandaar dat het misschien ook een tussenoplossing is om wat van die wilde paarden daar maar in natuurgebieden in Europa te laten lopen, die qua klimaat en omstandigheden ongeveer hetzelfde zijn als ze misschien in de steppen van Mongolië zouden vinden. In Hongarije bijvoorbeeld lopen een paar honderd van deze paarden semi-wild. Um, een ander voorbeeld is de uh, kaalkop ibis. En ik heb extra deze foto hier genomen, niet eentje uit ons dierenpark. Omdat je hier een uh, herintroductieproject ziet, dat echt geen herintroductieproject is. Maar het is een loslaten van de soort in een gebied waar ze nooit geleefd heeft. De soort is lang geleden in Midden-Europa uitgeroeid. Uh, in uh, Zuid-Duitsland, uh, Oostenrijk, uh, lang geleden al verdwenen, omdat ze eeuwen geleden gewoon overbejaagd is komt nog voor in Algerije, een, echt een handvol dieren. In Turkije in een uh, verblijf worden ze nog gehouden. En in Marokko lopen ze nog, uh, nou ja, in de lage honderd uh, ongeveer, loop, vliegen ze nog los. In Europa doen ze het in dierentuinen uitstekend. Er zijn allerlei introductieprojecten om ze te leren vliegen over de Alpen, om in Italië te overwinteren, wat ze vroeger ook waarschijnlijk niet deden. En dat gaat aardig goed, ze kunnen het leren, ze kunnen weer terugvliegen, ze trekken dan zelf, maar er worden nog pesten wat uit de lucht geschoten en opgegeten in Italië. Dus dan heb je een zeer duur herintroductieproject in Oostenrijk, waar ze in Italië overwinteren en dan merken de sender niet meer en dan vind je de vogel terug in een diepvrieskist. Dat is ook, uh, uitermate jammer. Dus is men ook te overgegaan om dan maar een gelijkend habitat te gebruiken om deze soort te behouden. En dat is in Spanje gevonden. En daar uh, hebben dus wetenschappers die vogels uh, uh, thuis laten zijn. En de jongen wordt met de hand opgevoed. En dat idee is dat je ze wat minder uh, inprent op mensen. Als je als mens uh, die op bezoek mag, dus niet to publiekelijk toegankelijk, maar voor biologen uh, die aan het project meewerken, zo'n uh, prachtige uh, fietshelm-Ibis opzet. Dat hij dan meer daar zijn uh, moeder en vader in zou kunnen zien. En dan hopelijk uh, later ook wel een soortgenoot als partner herkent. Met dit soort dingen, interessante initiatieven, toch altijd ook schuik er een gevaar in. Wij denken dat we vrij gemakkelijk ecosystemen in onze hand kunnen zetten. En als de ene soort er weg is, dan gaan we een andere invoegen. Of uh, die soort doet het daar niet meer goed, dan zetten we hem nog hier neer. Eigenlijk hetzelfde Jenga-spelletje waar het verkeerd kan gaan. Je voegt nu steentjes bij die daar eigenlijk nieuw nooit ingepast hebben... Dat kan goed gaan, maar dat kan ook fout gaan. En die voorbeelden heb je ook. Zie uh, slakken in Polynesië en uh, verschillende padden in uh, Australië. Konijn in Australië. Konijn Australië is zo een, een voorbeeld van uh, hoe het verkeerd kan gaan als je dieren met een bepaald doel introduceert, maar de dieren hebben dat doel iets anders begrepen en trekken er niks van aan en hebben grote invloed op habitats. Dus biodiversiteit managen is nog niet al te gemakkelijk op grote schaal, op wereldschaal. Wat je wel kunt doen is natuurlijk biodiversiteit behouden, omdat je met het conserveren van een heel stuk landschap uh, bij kunt dragen voor de biodiversiteit van het systeem. En daarmee gewoon automatisch een steentje bijdraagt voor soortenbehoud en ook voor de genetische verscheidenheid bewaren. En dat is ook een mooi voorbeeld, ons uh, Belize-project, waar we verschillende soorten, habitattypes in grote corridors aan elkaar rijgen. En uh, ja, van koralerift tot tropisch regenwoud. En natuurlijk gaat een koraalvis, als de klimaatverandering komt, niet in het regenwoud wonen. Maar je hebt wel wat uh, mogelijkheden tussen magroven, tropisch droogbos en uh, altijd groen regenwoud. Om uh, uit te wijken als uh, neerslag uitblijft, of juist heel veel komt, of wat later komt. Dan kun je uh, meetrekken. Dus het is heel belangrijk om natuurgebieden, die tot de laatste... Strongholds zijn voor wilde natuur, die groot genoeg te maken en met elkaar te verbinden. Wij gaan daar als mens ook iets aan hebben, want vaak is het van ja, what's in it for us? Wat hebben wij daaraan als we soorten en habitats beschermen? Nou, ecosysteemdiensten, daar wordt op dit moment veel gerekend. Dat is ook een manier om dingen te zien. Je kunt uitrekenen hoeveel een vierkante kilometer regenwoud waard is of uh, magroven aan CO2 vastleggen. Aan, uh, uh, drinkwatervoorziening, en natuurlijk, een regenwoud dat zorgt ook voor uh, regen, dus drinkwater in de eigen regio. Als het allemaal kaal kapt, dan is in plat landschap dan is niet alleen maar soortenrijkdom verdwenen, maar ook de ecosysteemdiensten nemen enorm af. Dus uiteindelijk doen we het ook, ook een beetje voor ons. Dierentuinen vinden ook dat we daarover vooral ook moeten praten, en dat is wel heel belangrijk. Uh, de Verenigde Naties hebben gezegd dat we in 2020 zover moeten zijn. om wereldwijd iedere mens op aarde te laten doordrongen zijn. wat biodiversiteit betekent en hoe belangrijk het is voor de wereld en ook voor de mens. Ook we hebben dat mens gecentreerd daarin. Nou, ik kan u vertellen dat dat niet gelukt is. Dus dat de, de Verenigde Naties en iedereen die meegewerkt hebben. die hebben helaas toch wel behoorlijk gefaald. Dus we blijven doorgaan met allerlei biodiversiteitscampagnes. ook in ons dierenpark. Uh, dit zijn ook nog een paar voorbeelden van uh, verleden campagnes. De biodiversity is As van de Wereldassociatie van Dierentuinen. Die ook wel de mens heel duidelijk maakt. Uh, als rol daarin. En de nieuwste is de Global Coalition for Biodiversity. Uh, al die katoendieren daarboven die elkaars handje vasthouden. Nog wat palmen en uh, regenwoudreuzen daarbij. En uh, als het goed is, staat er natuurlijk ook nog een mensje bij die nog even als enige trouwens zijn partners niet vasthoudt, maar gewoon een selfie maakt van het geheel. Dus dat is ook een interessant symbool hier zo boven. Maar het gaat inderdaad in deze campagne vooral uh, daarom dat we met uh, multimedia en digitaal vertellen over het belang van biodiversiteit. Burgerso heeft zich ook aangesloten bij deze coalitie. Vandaar dat we al een hele tijd en ook nog in de toekomst iedere week één groot biodiversiteitsverhaal op Facebook zetten. om mensen duidelijker te maken wat dit allemaal. Betekent. Eén ding is duidelijk, wij mensen hebben nu een heel groot, grote vinger in de pap bij dat uh, vernietigen van biodiversiteit, waar dat uh, verlagen van biodiversiteit om ons heen. Of het nou hier is in onze eigen achtertuin in Nederland of globaal. Dus wij zijn ook onwijs aan het zetten om er wat aan te doen, om dit verlies te stoppen. Dat heet niet per se dat we de ijsbeer gaan redden. En dat hoop ik eigenlijk al een beetje als take-home message van uh, dit verhaal van de laatste anderhalf uur overgebracht te hebben. Dus een heel groot verschil tussen soorten beschermen en biodiversiteit beschermen. Als we echt moeten concentreren op wat zijn de meest belangrijke gebieden, waar moeten we op kijken? Wat willen we aan biodiversiteit beheren? Dan moeten we naar de gebieden kijken met de grootste biodiversiteit. Dus de biodiversiteitshotspot, de regenwouden, de tropische koraalriffen, dit soort gebieden zijn gewoon het meest belangrijk om onze ressources te bundelen. De ijsberg is een prachtige soort, absoluut ook een ambassadeur voor zijn wereld, de polaarwereld in het noorden, maar het is feitelijk een vrij biodivers, die biodivers arme uh, regio. Dus de ijsbeer, als we die willen redden, dan moeten we het zeker doen als ambassadeur voor een gezond klimaat en tegen de opwarming van de aarde, maar als het puur die op biodiversiteit gaat, dan zijn het toch echt wel de Coralerief van de regenwouden die aan zet zijn. Waar u ook voor bent, voor de enkele soort of voor de biodiversiteit aan zich, laat er gewoon uit de stoel komen en samen wat aan doen. Want nog kunnen we echt iets betekenen voor een gezonde natuur op aarde. Dank jullie wel voor de aandacht.